Hoe zit het met de drukte in de trein? De megaverbouwing van Amsterdam Centraal is gestart. En wie zat er deze week op deze oranje troon in Den Haag? Dit is NS Weekly. Hoi en leuk dat je weer kijkt. We beginnen in de stationstunnel van Zwolle. In de ochtend is het daar nu heel erg druk. Veel studenten reizen op dat moment naar hun opleiding. NS en ProRail bedachten een oplossing en daarvoor draait het koffiezetapparaat op volle toeren. Kijk even mee. Nu de school is begonnen, is het wel weer druk, ja. Ik vind het wel vervelend dat ik, als het druk is in de trein, dat ik in de trein moet staan. We staan hier op station Zwolle en we zien dat het 's ochtends heel erg druk is in september en oktober. Dan beginnen de opleidingen weer en we staan hier om studenten te vragen een trein eerder te pakken. En als je dat doet, dan krijg je een gratis kopje koffie bij Lucas hier op het station. NS en ProRail kijken nu naar oplossingen om de drukte te voorkomen. En dat doen we door in gesprek te gaan met het onderwijs. Misschien dat we in de lestijden nog dingen kunnen aanpassen, zodat de drukte wat gespreid wordt. We gaan ook met studenten Landsteden van de opleiding Beschermd en Veilig. Zij komen hier op het station en gaan ook met ons meedenken om oplossingen te bedenken. Ja, tegen studenten zou ik willen zeggen van ga ervoor, pak die bon aan, lever hem in tussen 7 en 8 uur 's ochtends en geniet van een heerlijk kopje koffie, thee of cappuccino van Lucas en heb tegelijkertijd een comfortabele reis. En niet alleen in de stationshal van Zwolle is het druk, ook sommige treinen zitten deze tijd erg vol. Hoe zit dat? En hoe houden we jou op de hoogte van drukke treinen? NS Weekly sprak met collega Laura Kikkert. We zien op dit moment dat het behoorlijk druk is in de trein op sommige trajecten. En de oorzaak ligt eigenlijk bij het personeelstekort, waardoor we genoodzaakt waren om de dienstregeling af te schalen. Het is voor reizigers natuurlijk super vervelend dat dit speelt, dat de dienstregeling is afgeschaald en dat het zo druk is in de treinen. Ja, we informeren reizigers met een campagne over de aangepaste dienstregeling. En we krijgen steeds van de afdeling die de drukte in de treinen monitort door welke trajecten het meest druk zijn. En die communiceren we dan ook op onze website. In de NS-app hebben we een nieuwe feature, zet meldingen aan, waarbij reizigers pushberichten kunnen ontvangen over hun reis. Naast zet meldingen aan hebben we in de app ook druktepoppetjes die reizigers kunnen zien achter hun traject. Ja, mijn advies voor reizigers is voor elke reis die ze gaan maken om via de NS-app hun reis te plannen en daarbij meldingen aan te zetten op hun traject en even te checken hoe het zit met de druktepoppetjes achter het traject. Straks in NS Weekly. Zie je wie er deze week op deze speciale troon op Den Haag Centraal mocht zitten. Maar nu eerst de verbouwing van station Amsterdam Centraal. Afgelopen week gaf staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat daarvoor het startschot. En dat deed ze vanuit een graafmachine. Zowel het station als de sporen rondom Amsterdam Centraal gaan de komende jaren op de schop. De sporen en de seinen worden vervangen, het station krijgt bredere perrons en er komt een nieuwe fietsenstalling. En dit is nodig omdat het aantal reizigers de komende jaren alleen maar toeneemt. De verbouwing duurt zeker tot 2030. Broodjes van de lokale bakker en aardappels van de boer om de hoek. Dit soort streekproducten haal je nu op station Ede-Wageningen. Het is het eerste station in Nederland met een streekwinkel. NS Weekly was bij de opening. Ik ben echt ontzettend blij dat het nu eindelijk open is. Ja, open. We staan hier op het station Ede-Wageningen. De gemeente had een uitvraag gedaan om hier een pop-up store met gezond eten te beginnen. Om te kijken of lokaal aanslaat of de reiziger het weet te vinden. Het is geen keten. We zijn een initiatief die ruimtes faciliteren waarin de boeren hun producten kunnen tentoonstellen en verkopen. En niet alleen boeren, ook horeca en restaurants en andere bedrijven. Nou, dit geheel draagt bij aan iets unieks, iets lokaals, iets anders wat we nog niet op andere plekken hebben. Veel meer keuze in gezonde producten eigenlijk. Nou, het is een succes als er heel veel leuke samenwerkingen ontstaan onderling tussen producenten. Als de reiziger hem weet te vinden, er wordt een mooie omzet gedraaid, de uitbater is tevreden en alle partners zijn tevreden. Afgelopen week liet ProRail weten dat de werkzaamheden tussen Lelystad en Dronten langer gaan duren. Tot in december is er geen treinverkeer op dit traject mogelijk. NS zet tussentijds bussen in. En dan kijken we ook nog even vooruit. Komende week zijn er werkzaamheden tussen Apeldoorn en Enschede.
En ook tussen Den Haag Centraal en Dordrecht wordt er aan het spoor gewerkt. Dus ga je op pad? Check voor vertrek nog even de reisplanner. En dan gaan we naar deze oranje troon op Den Haag Centraal. Daar mochten alle reizigers afgelopen dinsdag op Prinsjesdag ervaren hoe het is om te zitten op zo'n bijzondere zetel. Reizigers werden koninklijk ontvangen op het station. Jong en oud nam plaats op de troon en waande zich voor heel eventjes koning of koningin. Daarnaast kregen alle reizigers een appeltje van oranje om de dag fris mee te beginnen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van NS Weekly voor deze week. Bedankt voor het kijken en volgende week zijn we er weer. Hoi!